Zo dan. Oké, jongens. Oh. Goedendag, hé. Oh, ik word ingesloten. Nou, jullie hebben Firegear nog om, dat is goed. We hebben een OMS. Daar gaan we heen, pre-wine. Om de hoek. We gaan eens binnenkijken. We gaan het horen van de beveiliger. Ja, dat is brand, jongens. Kom, ademlucht om. Geen water, jongens. Pomp aanzetten. Geen water. Jongens, rookontwikkeling. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elder Speedval. En morgen en vandaag gaan we weer op pad met de brandweer TS4. Dus oftewel TS met 4 personen. Dat zijn wij 4 hier met alle mooie gele helmpjes. De HV is al prio 1 vertrokken naar een melding. Mij even onbekend welke melding. Weer op deze kazerne, omdat ik vaak gewoon merk dat als ik op de andere kazernes kom dat het niet zo helemaal goed gaat. Dan kom ik daar in de buurt en dan crasht hij al of op de kazerne. Ja, er gaat iets mis. Dus deze is sowieso veilig. Nu zijn er ook niet heel veel meer kazernes nog. Maar nou, we gaan het zien. Hier staat de TS. Daar staat soms ook nog wel eens iets, maar dat zie ik nu niet. Nee, nu niet. En wacht gewoon op kazernealarm, die kun je herkennen aan de toon, hoor je wel. En dat is, het is wel leuk, want je hoort eigenlijk eerst kazernealarm en dan hoor je, krijg je de melding binnen. Dus we gaan er iets van maken. En het is afwachten. Nou, we staan wel erg close. Rustig, jongens. Kijk, er komt iets. Ga deze melding prio 1, olielek, prio 1. Roger, we're heading over now. Roger that. Nou, die dingen dicht. Blauw doet het, mooi. Vol. De HV is mogelijk al ter plaatse, maar kan ook een andere brandweerauto zijn. Ik weet niet precies welke ze hebben gestuurd. Er is al iets te plaatsen in ieder geval. Nee, blijf nou gewoon recht staan. Goed zo. De eerste plaatsen. Samen met. De autoladder. Zo. Eens kijken. Ik weet niet wat de autoladder hier is aan het doen. Maar goed. Zo dan. Oké, jongens. Even snel, er wordt geschoten. Firegear, oké. Hoe heet dat ook weer, dat ik? Oh, wacht even hoor. Ze geven mij nu de schuld blijkbaar. Nou goed, dan rennen hun ook maar weg. Masker even op. Hier alles blussen. AC, we hebben hier een middel HV inmiddels. Een middel hulpverlening. Komt nog een TS ter plaatse, denk ik. De bemanning van de autoladder is alleen nergens te bekennen. Ik heb hier wel één slachter. Ja, er komt nog een TS ter plaatse. Nee, ja, hier ligt geloof ik iemand, hè. Ja, goed jongens, jullie gaan even, iedereen die hier ligt, kunnen jullie al even gaan, eerste hulp gaan bieden. Ik ga een ambulance vragen.
Hier ligt ook nog een brandweerman. 1, 2, 3, 4. Oké, wij zijn compleet. Dit is iemand van de autoladder. Dit is waarschijnlijk de meneer van de auto. En daarachter ligt nog iemand ook van de autoladder. Hier is iets anders. Bij de TS moet je hier zijn voor... Masker af. Dit af. Hij verliest, hij is wel aan het bloeden. Ben je hier bezig? Nee, wat? Ik ben er eentje kwijt. Oh, ze zitten met z'n tweeën hier, handig. Hoi, hier zo. Wordt er nou donker of? Ik dacht dat het dag ging worden. Goed, ja, mooie autolader helaas. Hij is kapot. Roger that, a tow truck is en route to a white sports car on Orchardville Avenue. Target vehicle license plate 4-6 at Roger Edward King. Nou jongens, kom maar. We gaan door. En weer terug. Even bijvullen met dat irritante geluid. Er is dus een update geweest van Los Santos Rescue Division, een kleine update voor de players, zeg maar, zoals het heet. En ja, die zou natuurlijk altijd beter moeten zijn. Jullie mogen uitstappen. En dan is het weer wachten. Wat zegt u? What the hell was that? Attention all units. Citizens reporting an unconscious civilian. Respond code 3. Oh, nee, ja, dat is iets voor brand van Schiphol, hè. Dat was niet voor ons. Ik dacht dat runway 1. Ik dacht dat is een landingsbaan, geloof ik. Of er is natuurlijk een heel groot incident gebeurd, maar ja, dan zijn we nu toch te laat. Ik hoor een helikopter. Hey, oh, nee, toch niet. Ik hoor ook weer een brand en sirene. AV is ook nog weg en de autoladder is ook nog weg. Dus die hebben het druk. Er komt weer iets. Een buitenbrand. Op de snelweg. Del Perro Freeway. Units respond code 3. Freeway. Oké. Copy that. We're moving right now. 10-4, copy that. Ik wil even buiten gaan staan. Ik kan de rest instappen.
Buitenbranden is natuurlijk ook vaak prio 2. Maar ik snap dat dit wel een prio 1 is, een bermbrand. Stop traffic, hier al het verkeer uit. Of stoppen. Jongen, jongen, jongen. Fire gear, fire hose. K. Jee. Veel nu. Heren, rot even op voordat jullie in de fik vliegen. Ga nou niet in mijn... Irritante jongens soms. Ik vind mijn game niet zo leuk wat hier ook gebeurt. Helemaal niet leuk. Nu wel. Dus op het moment dat ik hier in de buurt kom en dat beeld dat wordt groen, dat vind mijn game niet zo leuk, denk ik. Laat ze even meehelpen met de brandblusser. Want soms heb je zo'n brand, ja, die krijg je zelf niet meer uit en hun met de brandblusser vast wel. Oh. Goedendag, hé. Oh, ik word ingesloten. Oh, moet hier weg. Het is zo moeilijker dan gedacht. Dit is blijkbaar een tijdje droog geweest en dan gaat die hele berm in de fik. Zo, en nu gaan we stoppen ermee, vier. Brandmeester, AC. Zo, masker af. Clear equipment en fire gear kan off. Last traffic orders kunnen weer stop en wij stappen in en wij zijn er weer vandoor. 10-4, copy that. Thank you. Ik kan niet midden op de snelweg draaien natuurlijk. Even kijken. We have a 5 alarm fire on San Andreas Avenue. Units respond code 3. Goed. Roger. Heren, we hebben een Roger. Jullie hebben 5 keer nog om, dat is goed. We hebben een OMS. Daar gaan we heen, prio 1. Om de hoek.
Even tot daar een licht laaien stond. Maar dat was het, hoe heet het? De zon. Zo. De eerste plaats als zij. We gaan eens een kijkje nemen. Aanlucht om. Ik zie nog geen reden om het gebouw nu om naar binnen te gaan met ademlucht. Of sorry, dat hebben we natuurlijk. Ja, sowieso met ademlucht, want we laten hem even af. Dit ziet er wel erg badass uit. Badass uit, hè. We gaan eens binnen kijken. We gaan het horen van de beveiliger. Ja, dat is brand, jongens. Kom, ademlucht om. Als 7 schalen op naar binnen brandt, gaat TS erbij. Ik hoor ze al komen. Het is mogelijk dat u al heeft opgeschaald. Heer, we gaan met de brandblusser naar binnen. Als zei het gebouw is nog niet ontruimd mogelijk. Dus mensen aanwezig in het pand. We schalen nu op naar middelbrand. Het kan zomaar zijn dat hier mensen nog vastzitten. Geen water, jongens. Pomp aanzetten. Geen water. Ja, daar zijn we. Mooi. Ik was al terug naar binnen gegaan. Ik had al een beetje onder controle gekregen. Door erop te stampen. Maar voor nu hebben we echt water. Ze hebben de pomp buiten aangekregen. Oeh, mijn ademlucht is bijna om. Op. Even kijken. Ik hoop toch niet dat het hier nog verder doorgaat, hè? Nee. Even alles checken of... Oh shit. Gaan we nog naar onder? Nee, dadelijk stikken we. Even snel kijken hier. Oh, pardon, dit gaat verkeerd. Oh god, wat is hier gebeurd? Ja, de lift is geloof ik naar onder gepiept. Oké. Jongens, ik kom nu naar buiten. Geen brand meer. En mijn ademlucht is op. Zo. Hij stopt al met ademen. Zo. Ik zie jullie zo op de kazerne. Terug op de kazerne, blijkbaar met z'n allen hier aan het chillen, want what the fuck zijn jullie aan het doen, jongens? Jezus. Hey, wij gaan door met de laatste melding voor vandaag en die kan zomaar elk moment binnenkomen. Wie weet wat het is. Onze TS staat in ieder geval klaar. Wij gaan even snel kijken of de ademlucht inmiddels is bijgevuld, want die was net goed leeg. Water kan nog voller. Even kijken, Fike. Die is vol, oké. Okay. Die doet het. Oké, okay, mooi. Ik zeg toch een fire off. En doen we even snel bijvullen. Als het goed is, doet hij dat nu via de letter N. Of de L. Nee, dus. Zo. Nou, dat maakt allemaal eens uit. Maar ik had ingesteld de L, geloof ik, maar ik weet het al niet meer. Maar het zal misschien zijn dat het ELS is. Daar komt iets. Ja, een appartement brandt. Let's go, jongens. We mogen vast voor mij de ademlucht omdoen. Ondertussen kijk ik naar de locatie. En ga ik ons melden bij de site of we vertrokken zijn. Jullie hebben allemaal ademlucht om. Behalve hij. Ambulance al ter plaatse, mooi. AC de 5331 uitgerukt. Gebouw brandt, u wordt nader. Goed, heren, vol. Nu wel vol. Jongens, zou een appartement zijn. 2 kilometer hier vandaan. We hebben ademlucht erom. Een stukje via de snelweg zo te zien.
rechts aan. We gaan wel links rijden, zodat het verkeer naar rechts kan voor ons. Mogelijke slachtoffers, dus we maken even snelheid. Maar dan sowieso bij een binnenbrand komt altijd een ambulance. Voor de zekerheid al vooraf, VWS. Mocht het nodig zijn. Rechts aanhouden, yes. Rechts op. Jongens, rookontwikkeling. Even kijken. Oké, jongens, adem lucht om. Fire, kut, dat water is weg. Oeps, sorry. Fire hose, mogelijk mensen in het gebouw, adem lucht om. Staat de pomp aan? Ja, pomp staat aan. Oké. Okay. Een beetje druk er vanaf. Minder kracht. Oké, jongens, we gaan naar boven. Met de zuurstof is het goed, voldoende. Zo. Goed, AC, waarschijnlijk brandmeester. We gaan een laatste check doen in het gebouw. En dan schalen we af. Ja, we hebben niet eens opgeschaald, maar dan kunnen we in ieder geval weer retour. Ja, dit hoort. Op het dak, kijken of er nog rook komt. Niks, hè. Goed, brandmeester. We kunnen naar onder, heren. Dan doen we gewoon een stijl zo op. Een retour. Zo. Ambu, niemand in het gebouw aangetroffen. Jullie kunnen met vervolg en wij gaan met vervolg. Dank jullie wel. Tot de volgende keer alweer. Thanks. Goed mensen, aangezien die twee collega's waarschijnlijk toch niet teruggekomen, of in ieder geval één is nu terug, de andere zal wel helemaal boven nog gaan wachten. Of blijven staan. Ga ik jullie bedanken voor het kijken, ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag bij de volgende video. Ik weet er niet wat, maar dat komt wel helemaal goed. En ik zou zeggen, een blauw duimpje omhoog zou leuk zijn. En tot de volgende. Doei!